Bedankt voor de aardige en uitvoerige inleiding. Bedankt uiteraard voor de eer om hier vanmiddag voor u te mogen spreken. En bedankt dat u de tijd hebt genomen om hiervoor langs te komen. Ik wil het met u graag hebben over Ilja Ehrenburg en de nieuwe zakelijkheid. Dat zou men op het eerste gezicht vreemd kunnen vinden, want eigenlijk is die verhouding glashelder als men afgaat op het bestaande beeld in de neerlandistische literatieve geschiedschrijving betreffende deze verhouding. Zo besteedde Ton Anbeek aan de presentatie van de nieuwe zakelijkheid in zijn literatuurgeschiedenis tussen Nederland tussen 1885 en 1985 minder dan één bladzijde, maar hij was erg uitgebreid over juist die verhouding en hij zei daarover het volgende. Het grote voorbeeld, en dan bedoelt hij van de nieuwe zakelijkheid, was Ehrenburgs 10 pk, het levende auto's uit 1929, dat is het Russische origineel. In Nederland volgden Stroomanstad, Wagener, Shanghai, Revis, Gelakte Hersens en Jeff Last, Zuiderzee, hem na. Van dit moderne maniertje nu moest Ter Braak niets hebben. Citaat Ter Braak. Voor de literatuurhistorici van het jaar 2000 en trouwens reeds daarvoor, die zich ertoe gaan zetten om uit te maken welke figuren de Nederlandse letterkunde van 1933 en omgeving hebben beheerst, zal één naam met reclameachtige duidelijkheid naar voren springen, Ilja Ehrenburg. Anbeek is met deze uitspraak representatief in een dubbel opzicht, zou je kunnen zeggen. Zowel met betrekking tot het beeld van Ehrenburg als voorbeeld van de Nederlandse nieuwe zakelijkheid, als ook met betrekking tot het beeld van Stroomman, Wagener, Revis en Last als Ehrenburg epigonen. Maar dat beeld is niet door Anbeek bedacht. In beide opzichten stoelt Anbeek op een boek van Hans Anten uit 1982 van Realisme na Zakelijkheid. In het eerste Nederlandstalige boek over de nieuwe zakelijkheid na de oorlog komt overigens ook de expliciete legitimerende verwijzing naar Ter Braak reeds voor. In zijn studie presenteert Anten Ehrenburgs Das Leben der Autos, hij verwijst naar de Duitse vertaling uit 1930, als citaat het boek dat waarschijnlijk het meest van invloed is geweest op het ontstaan en de ontwikkeling van de Nederlandse nieuwe zakelijke literatuur. Meteen na deze constatering citeert hij dan Ter Braak met de reeds bekende uitspraak. De inzet van Ter Braaks opstel Ehrenburg maakt school geeft aan welke waarde aan dit boek wordt toegekend. En daarna volgt het reeds bekende citaat hier wat uitgebreider geciteerd. Dit, wat u daar dus op het scherm ziet, is dus de blauwdruk die het beeld van de nieuwzakelijke auteurs als Ehrenburg-epigonen in de Nederlandse literatuurgeschiedenis heeft bepaald. Aan de zegentocht van dit beeld zal, behalve de presentatie door Anten en Anbeek, ook wel Ter Braaks retorica hebben bijgedragen. Hij lijkt immers de hedendaagse literatuurhistorici direct toe te spreken, wat het bijzonder aantrekkelijk maakt om hem rond het jaar 2000 te citeren. Vergelijkbare opvattingen over de Ehrenburg-epigonen kan men vervolgens dan ook aantreffen in de monografie die Jaap Goedegeburen in 1992 aan de nieuwe zakelijkheid wijde. En natuurlijk in Antens eigen bijdrage in Nederlandse literatuur, een geschiedenis, maar de Nederlandse versie van Hollier uit 1993. In dat boek nam Anten het lemma over de nieuwe zakelijkheid voor zijn rekening. Deze lijn zou je kunnen doortrekken tot het jaar 2010. G. van Borck en Nicolaan geven in dat jaar een nieuwe versie uit van het overzicht van romantiek tot postmodernisme. En daarin is weer sprake van Ehrenburg als, ik citeer, de vader van het nieuw zakelijk proza. Hoe de presentatie in de nog te verschijnen deel uit de grote Nederlandse geschiedenis van de Nederlandse literatuur, het project Gelderblom en Musselt bij de Taalunie eruit zal zien, weten wij nog niet, maar dit tezijde. Om kort te gaan dus, de beeldvorming rond Ehrenburg en de nieuwe zakelijkheid lijkt bijzonder homogeen. Vreemd is in dat verband echter wel dat dit beeld op het eerste gezicht niet strookt met wat bijvoorbeeld een nieuwzakelijk auteur als Ben Stroomman zelf beweert. Hij spreekt in zijn autobiografie uit 1981 ervan dat hij in zijn roman Stad uit 1932 in retrospectief slechts, citaat, hier en daar een scheutje Ehrenburg zou waarnemen. Tenminste, de zelfpresentatie achteraf van deze nieuwzakelijke auteur wijkt dus behoorlijk af van het beeld in de literatuurgeschiedenissen zoals ik het net heb geschetst.
Ik heb deze discrepantie met betrekking tot Ehrenburg reeds in mijn proefschrift te loops aangestipt, maar voor zover ik kan zien is daar tot nu toe in het onderzoek geen systematische aandacht aan besteed. Op deze plek wil ik daarom daar nu wat uitgebreider op ingaan en wel in twee stappen. Beginnen zal ik met een systematische blik op dat wat de door Anbeek genoemde nieuwe zakelijke auteurs zelf over Ehrenburg respectievelijk over hun voorbeelden naar voren hebben gebracht. Daarna zal ik in een tweede stap gaan kijken naar de institutionele context van de uitspraken van Ter Braak over Ehrenburg en de nieuwe zakelijkheid. Ik begin dus met de zelfpresentatie van de door Anbeek genoemde auteurs. Wat Stroman betreft, zo is zijn vroegste uitspraak met betrekking tot de invloeden op zijn roman Stad afkomstig uit november 1937. Het gaat dan om een verslag uit de NRC over het optreden van Stroman in de gemeentebibliotheek in Rotterdam, waar hij voorlas uit Stad. In Stroman's introductie van Stad stelde hij dat hij bij de lectuur van de eerste recensies van zijn boek de indruk had gekregen dat hij een film had gemaakt en niet een roman had geschreven. Citaat: "Nu de afstand in tijd mij toelaat kritiek op mijn werk te leveren, ben ik het met die kritiek wel wat eens geworden. Het boek is echter veel minder filmisch dan een geroepen is. Ik beschouw dat een fotoalbum, een literaire fotomontage." Einde citaat. De naam Ehrenburg wordt niet genoemd, nog in deze passage, nog elders in het verslag van die avond. Wanneer we Stroman's vriend Herman Besselaar in zijn In Memoriam over Stroman mogen geloven, dan was de schrijver die Stroman in deze periode bewonderde Franz Kafka. Terwijl Besselaar zelf eerder dweepte met John Dos Passos. Het motto van Stad is overgeleend aan Joseph Conrad en luidt: "This is not a marriage story." Net als Kafka, niet bepaald een naam die men met Ehrenburg-achtig proza in verband zou brengen. Wat Stroman in 1937 daarentegen wel beklemtoont in het net aangehaalde citaat is de visuele dimensie van de roman. En deze dimensie zou hij ook in zijn memoires uit 1981 onderstrepen. Afgaande op zijn terugblik ging het Stroman vooral om een typografisch experiment met deze roman. Samen met de gerenommeerde typograaf Paul Schuitema zou Stroman geprobeerd hebben een eenheid tussen vorm en inhoud, tussen typografie en tekst tot stand te brengen. Over een bron van inspiratie was Stroman zeer expliciet. Citaat: "Paul van Astaeus' bezette stad was ons uitgangspunt." Einde citaat. Stroman verwijst als groot voorbeeld dus naar Vlaamse poëzie uit 1921 en niet naar Russisch proza uit 1929. Nadat hij vervolgens zijn specifieke samenwerking met Schuitema in zijn memoires bijna een bladzijde lang heeft beschreven, concludeert Stroman, ik geef u dat citaat weer: "Ons boek is net zo min gelukt als Van Astaeus' bezette stad. Wel is het in zoverre een eenheid geworden dat het incompleet is wanneer Pauls fotomontage die als omslag dient ontbreekt. Het is een object, een totaliteit. Voor mij is het na meer dan 50 jaar weinig meer dan een album met vergeelde prentbriefkaarten, soms verrassende stadsgezichten. Heel bleek herken ik invloeden van John Dos Passos, Alfred Döblin en hier en daar een scheutje Ehrenburg en Egon Erwin Kisch." Ehrenburg wordt hier dus inderdaad genoemd, zoals we zagen, maar slechts als een figuur op de tweede rang. Döblin en Dos Passos zitten nog wat meer naar voren, maar allen zijn van duidelijk minder belang en invloed dan Van Astaeus en Schuitema. Deze zitten alleen op de eerste rij, afgaande op het beeld dat Stroman zelf presenteert. Ook de zelfpresentatie van W.A. Wagenaar met betrekking tot Stroman wijst dezelfde kant op. Op 26 augustus 1948 beschreef Wagenaar in een lezing in het Boijmans Museum in Rotterdam de intellectuele context waarin de romans van de nieuwe zakelijkheid werden geschreven. Die context was in grote mate bepaald door architecten. Eerst door de school van Oud, daarna door de bouwmeesters van de internationale nieuwe zakelijkheid. Einde citaat. En dan denkt hij onder andere aan Le Corbusier en Mies van der Rohe. In deze architectuurcontext en gewapend met het presens, zoals hij dat noemt, verscheen een roman als Stad dat, citaat, als nieuw zakelijk experiment novum was in de Nederlandse letteren, aldus Wagenaar. De naam van Ehrenburg valt wederom in het verband nergens. Met betrekking tot zijn eigen roman Shanghai schrijft Wagenaar: "Het volgende Rotterdamse literaire avontuur was het simultaneïsme dat ook infecterend heeft gewerkt op een deel van de Nederlandse romanciers.
Het avontuur begon met de roman Shanghai. Het simultanisme heeft iets gemeen met de contrapuntiek in de toonkunst. Als ik zeg met Bach overdrijf ik in zover niet dat de auteur van Shanghai onderhaalt aan horen van de tweede suite in B van Bach op grammofoonplaten de roman heeft geschreven. De citaat draag ik op aan Sascha Bruijk. Ik weet niet of die hier is. Oh. Bijna letterlijk dezelfde verwijzing naar contrapunt en Bach kan men aantreffen in Wagners stuk Filmjournaal en Literatuur uit een speciaal nummer van Kritisch Bulletin uit de winter van 1948. Wat de inschatting van de film betreft lijkt dit stuk op de commentaren van Stroman die we hebben gehoord. Ook Wagner relativeert de invloed van de film op zijn werk. Ehrenburg wordt wederom in het verband nergens genoemd. Wie wel genoemd worden zijn onder andere Dublin en Dos Passos. Wagner stelt dat zij echter het present niet gebruikten, in tegenstelling tot Wagner zelf, Stroman, Last en bijvoorbeeld iemand als Emil Ludwig, een Duitse nieuwsacteur, die wel noemt. Maar deze verwijzingen zijn alleen bedoeld als parallellen. Wat zijn eigen literaire inspiratie betreft, verwijst Wagner daarentegen naar de 18e eeuw. Het flitsende karakter, citaat van Shanghai, is overigens behalve van de dynamische ontwikkeling van het tijdperk tussen 1930 en 1940, meer vrucht van belangstelling voor de techniek van Lawrence Stern, Tristram Shandy tussen haakjes, dus Wagner's haakjes, geweest dan van aanschouwing van filmjournaals. Einde citaat. Terwijl dus Wagner en Stroman in volstrekt verschillende richtingen wijzen wat hun voorbeelden betreft, deden ze tenminste één aspect. Ehrenburg speelt in het verband geen enkele rol, of slechts een bijzonder marginale. Hetzelfde geldt dan ook voor Last, al zijn van hem weinig uitspraken over zijn literatuuropvatting en invloeden bekend. Wat Last daarentegen wel heeft gepubliceerd is een overzicht uit 1933 over de nieuwe literatuur der Sovjet-Unie, al dus de titel in Den Gulden Winkel. Daarin treft men zeer veel namen aan, waaronder de briljante verteller Alexei Tolstoy, waaronder Shulgov's meesterwerk De Stille Don bijvoorbeeld, en er wordt ingegaan op Boris Pasternak als, citaat, een van Ruslands beste en diepste schrijvers. Ehrenburg daarentegen komt in dit overzicht zelf niet voor. Wel wordt Ehrenburg in de inleiding van het artikel even genoemd, waar Last het gebrek aan gedegen kennis in Nederland over het literaire leven in Rusland bekritiseert. Dat gebrek aan kennis heeft volgens Last tot gevolg dat velen literatuur slechts in termen van mode bekijken. Zoals Amsterdamse jonge dames Russen laarzen en Russen hemden dragen, schrijft Last, zo kleden door Last bekritiseerde jonge Hollandse auteurs of cineasten, citaat, onze provinciale levensinhoud in het maskeradepakje de revolutionaire dynamica. Einde citaat. Voor de toenmalige communist Last is dit echter niets anders dan intellectueel escapisme. Een vlucht, citaat, in, en nu komt het negativisme van Ehrenburg, de sentimentaliteit van Barbus, het archaïsme van Duhamel of de mystieke afleidingsacrobatiek van Cocteau. Einde citaat. Het is niet mogelijk om uit deze korte verwijzing een helder beeld van Ehrenburg af te leiden. Maar zoveel lijkt duidelijk. Last beeld is allesbehalve positief, zowel wat Ehrenburgs visie op de wereld betreft, als ook wat betreft de modieuze imitatie van vormaspecten waarmee Last onder andere Ehrenburg in verband brengt. Bij M. Reeves, de vierde in het rijtje, lijkt de zaak daarentegen anders te liggen dan bij de drie tot nu toe besproken auteurs. In een recensie uit 1959 in de Haagse Post, die zo gedetailleerd is dat ze qua biografische informatie, dat die informatie wel voor een deel rechtstreeks van Reeves afkomstig moet zijn, lezen we onder andere dat Reeves zijn literaire smaak liet vormen door, citaat, de grote Russische schrijvers, door Albert Helman, Zuid-Zuidwest, Alfred Dublin, Berlin-Alexanderplatz, Ilja Ehrenburg, 10 pk, het levende auto's, en de films die de oude filmliga bracht omstreeks 1932. Einde citaat. Ehrenburg krijgt hier dus wel degelijk een belangrijke voorbeeldrol toebedeeld. We zeggen niet duidelijk hoe belangrijk wij die rol moeten inschatten en of hier nu Reeves of de anonieme recensent aan het woord is. Wanneer we de net aangehaalde passage vergelijken met een interview van Reeves uit 1966, in feite het enige echte interview met Reeves dat ik ken, zien we er al wat overlap met de bovengenoemde invloeden. Behalve dan dat Ehrenburg in het rijtje ontbreekt. Citaat Reeves dus. In de tijd
Was nieuwe zakelijkheid een reactie op alle romantiek, op alles wat zweefde? De nieuwe zakelijkheid demonstreerde zich op alle gebieden van kunst. In het bouwen, in de muziek en ook in de film. Mijn eerste werk is trouwens sterk door de film beïnvloed geweest. Sommige stukken in mijn eerste boek, dat 8.100.000 kubieke meter zand heette, zijn bijna een filmmanuscript. Ik kan moeilijk van mijn voorkeuren afstappen die ik al 40 jaar heb. Daar horen schrijvers als Tolstoy, de Balzac en Joseph Conrad bij. En ook iemand als Jules Romain. Ik heb de grote epische schrijvers altijd als voorbeeld gezien. Einde citaat. Bevestiging van de rol van Ehrenburg als een, laat staan, dé belangrijke bron van inspiratie voor Revis kan uit deze schaarse bronnen, verschenen rond 30 jaar na dato, niet worden afgeleid, zoveel lijkt evident. Daarom is het zinvol om een nadere blik op de literatuurkritieken te werpen die Revis zelf in de jaren 30 voor de Stem schreef. Zijn allereerste recensie in dit humanistische tijdschrift dateert van 1933 en is gewijd aan Ilja Ehrenburgs Ons Dagelijks Brood. In die kritiek laat Revis blijken dat hij zeer vertrouwd is met het werk van Ehrenburg. Maar hij is ook bijzonder kritisch. Citaat. De inzinking die zich sinds 2 jaar openbaarde bij Ehrenburg wordt nog steeds dieper. Of dat met een vorm van het proza, de schrijfwijze in verband staat, mag met reden betwijfeld worden. Het is gebrek aan verbeeldingskracht, verduistering van visueel vermogen en geestelijke vervlakking. In Ons Dagelijks Brood wordt de productie van graan behandeld volgens de, thans wellicht beproefde, methode van 10 pk. Het is een aaneenschakeling van oppervlakkige journalistieke schetsen uit verschillende landbouwstreken der wereld, geladeerd met would-be ironische opmerkingen. Einde citaat. 2 jaar later bespreekt Revis Ehrenburg wederom en wel diens de tweede scheppingsdag. Ondertussen is hij nog steeds kritisch, maar wel wat positiever geworden. Zo refereert hij aan het citaat technisch meesterlijke en naar zijn inhoud lege das Leben der Autos. Epigonen klinken anders, zou ik zeggen. Zonder enige twijfel heeft Revis goed kennis genomen van alles wat Ehrenburg in de eerste helft van de jaren 30 heeft geschreven. Maar ook zijn recensies wekken niet de indruk alsof hij in die tijd Ehrenburgs boeken als blauwdruk beschouwde die hij in zijn eigen werk in het Nederland over wilde doen. Als men hier gepresenteerde uitspraken over ziet, dan kan om te beginnen geconstateerd worden dat Ehrenburg zonder twijfel deel van de literaire context uitmaakte waarin Stroman, Wagener, Last en Revis hun boeken schreven. Ook is het corpus van externe poëticale teksten klein en ook al zijn de uitspraken over Ehrenburg, behalve bij Revis, fragmentarisch van aard, dan nog kan men verder vaststellen dat geen van die onderzochte auteurs Ehrenburg als voorbeeld of zijn werk als voorname inspiratiebron presenteert. De invloeden die wel genoemd worden zijn daarentegen zeer heterogeen van aard en lopen van Bach en Stern via Dublin en Dos Passos tot aan Van Ostaaien, architectuur en recente films. Desondanks meen ik 3 gemeenschappelijke lijnen in deze zelfpresentatie te kunnen ontdekken. Ten eerste de klemtoon op eigentijdse, niet-literaire kunstvormen als inspiratiebron, zoals architectuur, film, moderne typografie. Ten tweede worden de grote epische vertellers door vrijwel iedereen genoemd, zoals Dostoevsky, Pasternak, Conrad. En ten derde, bijna alle verwijzingen naar inspiratiebronnen verwijzen naar het buitenland. Ik zal op dat laatste nog terugkomen, maar zoveel kan nu al gezegd worden. Een plausibiliteitsargument voor de stelling dat Das Leben der Autos het belangrijkste boek voor de nieuwe zakelijke auteurs geweest zou zijn, kan uit de zelfpresentatie van de betreffende auteurs niet worden afgeleid. Laat ik meteen aan toevoegen dat ik me uiteraard bewust ben van het feit dat zelfpresentaties van auteurs niet zonder meer als beschrijvende uitspraken mogen doorgaan. Auteurs kunnen over hun eigen werk liegen, ze kunnen maar een deel van het verhaal vertellen, ze kunnen een gemeenschappelijke strategie hebben afgesproken of ze kunnen structureel minder inzicht in hun eigen werk hebben dan professionele lezers. Maar wanneer geen enkele van de betreffende 4 auteurs materiaal aandraagt dat een karakterisering als Ehrenburg-epigoon ook maar bij benadering rechtvaardigt, dan wekt dit toch op zijn minst twijfels bij de adequaatheid van het bestaande beeld in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving, zou ik zeggen. Dat maakt de vraag des te interessanter. Hoe komt Ter Braak eigenlijk bij zijn vonnis van de Ehrenburg-epigonen en wat is de functie daarvan in de institutionele context van de jaren 30? Ik kom daarmee tot mijn tweede deel. Tot nu toe ben ik
Goed te volgen? Oké. Ook al suggereert de presentatie door Antonin Anbeek van de literatuurhistoricus van het jaar 2000 een literair-historische opzet aan de kant van Ter Braak, bij nadere beschouwing van de context van het citaat wordt onmiddellijk duidelijk dat, en dat denk ik is u ook reeds duidelijk geworden bij het eerste kijken daarna, dat het Ter Braak niet om literatuurgeschiedschrijving ging, maar om polemiek. Die polemiek richt zich om te beginnen tegen Ehrenburg zelf, die volgens Ter Braak gebruik zou maken van een patentmachine, term van Ter Braak, en van een stijlformule. Daarnaast richt de polemiek zich vooral tegen de Nederlandse auteurs die hem in deze navolgden. Die Nederlandse auteurs zouden niets anders doen dan het patent van de worstmachine, term van Ter Braak, gebruiken om moderne onderwerpen tot commerciële massaproductie te vermalen. Varianten op zijn polemiek van 25 maart 1934, dat is het moment van de geboorte van deze polemiek, zou Ter Braak de komende 2 jaar voor auteurs als onder andere Last, Revis, Wagener, die namen kent u reeds, maar verder ook Dekker en Kuilen, Albert Kuilen, blijven herhalen, met formuleringen als het stijlprocedé Ehrenburg en Co. en varianten daarop. U ziet het daar op het scherm. Als men de nadruk, de duurzaamheid, want dit beslaat een tijd van 2 jaar, die citaten die daar staan, over de genoemde auteurs, en het literair historisch succes, Anton, Anbeek en anderen, van Ter Braaks epigonisme verwijt bij elkaar neemt, dan kan men om te beginnen constateren dat Ter Braak blijkbaar met zijn Ehrenburg-polemiek een bijzonder succesvolle formulering had gevonden. Maar hoe kan die succes dus worden verklaard? Wanneer men de positionering van Ter Braak vanuit veldtheoretisch perspectief bekijkt, dan zou men zijn argumentatie kunnen herleiden tot een poging om de literaire en of ethische autonomie van de schrijver, respectievelijk de criticus, af te zetten tegenover de heteronomie van schrijvers die zich aan marktmechanismen, aan mode, imitatie en commercie onderwerpen. Dat is eigenlijk de polaire dimensie op de achtergrond van dit lijstje hier. Ik zou nog willen stellen dat de strategie van Ter Braak in deze mede daarom zoveel nadruk, met zoveel nadruk werd gevoerd en mede daarom zo succesvol was, omdat zij homoloog was aan de groeiende institutionele autonomisering van het gevestigde literaire veld in Nederland midden jaren 30. Een verruiming van de blik op de Ehrenburg-polemiek lijkt mij de plausibiliteit van deze stelling te bevestigen. Het epigonisme verwijt wordt door Ter Braak namelijk niet alleen met betrekking tot Ehrenburg in zijn epigonen gebruikt, maar ook in veel andere constellaties. Zo ziet Ter Braak bijvoorbeeld in Anthony Donkers Schaduw der Bergen, citaat, onmiskenbaar de invloed van Leon Feuchtwanger. Elders wederom beticht hij Feuchtwanger en Wasserman, Jacob Wasserman ervan, navolgers te zijn, Ter Braaks term, van Dostoevsky. Navolgers die hun voorbeeld bovendien niet begrepen hadden, waardoor dit, citaat, misverstaan van Dostoevsky noodzakelijkerwijs tot een imitatie moest leiden van zijn uiterlijke eigenaardigheden. Ik zal het bij deze 2 voorbeelden laten, maar de argumentatie is altijd dezelfde. Epigonisme wordt door Ter Braak als een centraal argument gebruikt tegen literatuur die niet zijn goedkeuring kan wegdragen. Daarnaast is in al deze epigonismen verwijt, en zijn er nog veel meer, nog een andere opvallende structuur te herkennen, te weten. De epigonen zijn meestal Nederlands, maar de voorbeelden zijn altijd buitenland. Met andere woorden, door het hier geschetste epigonisme verwijt, positioneert Ter Braak zich in zijn krant Het Vaderland als een criticus die over gefundeerde kennis van internationale literatuur beschikt en die van daaruit over Nederlandse literaire fenomenen kan oordelen. Deze internationale literaire expertise maakt het mogelijk dat de goede criticus patronen en verbanden ziet waar anderen, minder literair ervaren en belezen, slechts afzonderlijke romans zien. Zo bekeken wordt het ontmaskeren van nationale epigonen herkenbaar als positioneringsstrategie van een professionele, de relatieve autonomie van literatuur bepleitende criticus, die zich op die manier als kenner van internationale literatuur van zijn medecritici probeert te onderscheiden. Een dergelijke strategie sluit aan bij wat Nel van Dijk als professionalisering van de Nederlandse literatuurkritiek in de jaren 30 heeft gekarakteriseerd, tegen de achtergrond van een enorme toename van zowel de oplagen van kranten in die tijd als ook de publicatieruimte in kranten voor literatuur en kunstkritiek in de jaren 30.
Enkele opmerkingen uit de briefwisseling tussen Ter Braak en Duperron bevestigen deze institutionele interpretatie van Ter Braaks gedrag. Zo antwoordt Duperron bijvoorbeeld op Ter Braaks twijfel aan de kritische capaciteiten van Victor van Friesland op 3 februari 1931, dat ook Duperron van Friesland niet beschouwt als een van ons, zoals hij dat noemt. Maar zijn waardering voor hem is toch groot, vooral omdat Duperron hem een, citaat, verfijnd cosmopoliet acht, die, citaat, werkelijk uitstekend in de gehele Europese literatuur georiënteerd is. En hij voegt daaraan toe, wat wij, bedoelende hij en Ter Braak en de kleine kring eromheen, eigenlijk geen van allen zijn. Einde citaat. Los van de vraag of dat waar is, is er slechts de grote waarde van belang die Duperron aan internationale literaire oriëntatie toekent. In de context van het hierboven aangehaalde citaat maakt duidelijk dat hij ervan uitgaat dat Ter Braak dezelfde norm erop nahoudt. Een andere brief van Duperron uit Parijs aan Ter Braak werpt nog een iets ander licht op de internationaliteitsnorm van beiden in verband met het epigonisme verwijt. Nadat Duperron in het jongste nummer van Forum een stuk van uit Simon Vestdijk's Meneer Vissers Hellevaart heeft gelezen, schrijft hij op 10 juni 1934 aan Ter Braak dat hij meende, citaat, Du Joyce puur te hebben gelezen. En dat is niet als compliment bedoeld. Hij suggereert dat Ter Braak aan Vestdijk zou moeten vragen hoe hij, dus Vestdijk, het verdedigt om, citaat, zulke absolute pastiches onder eigen naam uit te geven. Einde citaat. En hij vervolgt dan. Oh, dit citaat heb ik overgeslagen. Sorry. Hij vervolgt dan. We hebben geen enkel recht om op Revus af te geven die stomweg Ehrenburg nakalkt, als onze Vestdijk zich op deze manier van Joyce bedient. Ik denk opeens weer, Holland. In Frankrijk of Engeland zou iemand van een talent van Vestdijk instinctief verplicht zijn geweest er iets anders van te maken. Terwijl daar, dus bedoel dus in Nederland, in het onderbewustzijn toch zoiets steekt van, nou ja, niemand heeft Joyce toch gelezen. Einde citaat. De internationale oriëntatie die uit deze regels spreekt is evident. De goede criticus moet op de hoogte zijn van wat in de Europese literatuur gaande is, om zo vergelijkingen te kunnen maken en adequate waardoordelen te kunnen geven. Hier is de diagnose van Revus doet Ehrenburg na, Vestdijk doet Joyce na. Het aantal lezers dat over deze expertise beschikt is, of lijkt volgens Duperron, in Nederland echt bijzonder klein te zijn. Nou ja, niemand heeft Joyce toch gelezen, zegt hij. Daarom ligt de taak van de goede criticus er ook in het Nederlandse publiek in dit opzicht op te voeden en ook de Nederlandse auteurs, zoals Vestdijk, naar een Europees peil te tillen. Het zelfbeeld van Duperron, en naar alle waarschijnlijkheid ook dat van Ter Braak mag ik aan toevoegen, is dus behalve op onderscheiding van niet-internationaal georiënteerde critici ook gericht op het strijden tegen Nederlands zelftevreden provincialisme. Ik meen dus aannemelijk te hebben gemaakt dat de demonstratie van internationaal kennisschap een belangrijke strategische dimensie van Ter Braak's Ehrenburg Menschen met betrekking tot de auteurs van de Nieuwe Zakelijkheid was. Neemt men daar nog vergelijkbaar strategisch gedrag van andere critici bij? Ik noem maar slechts de opvallend internationale keuze van door Victor van Friesland in de NRC gerecenseerde auteurs. Bijna een derde waren niet Nederlands moedertalig. Ook als redacteur heeft hij als het ware daar heel veel recensies over in zijn blad als chef van de kunstbijlage geplaatst. Denk terug aan wat ik daarnet over de kennerattitude van Jeff Last zei, die dus presenteert als een kenner van de Russische literatuur, wat niemand in Nederland wist. Je zou vergelijkbare uitspraken van Nijhoff kunnen aan uit Gids, die ook zegt van als in Nederland 32 proza van Ewing gebeurt, kun je bijna altijd een buitenlands voorbeeld aanwijzen. Maar steeds dezelfde internationale kennerattitude. Dan zou men wellicht nog wat algemener kunnen stellen dat dit claimen van internationaal kennisschap blijkbaar een belangrijke inzet was in de strijd binnen het Nederlandse literaire veld van de jaren 30. Ik kom dan tot mijn afronding. Uit mijn onderzoek naar de functie van het Ehrenburg-epigonisme verwijt in de beeldvorming rond de Nieuwe Zakelijkheid, meen ik een aantal conclusies te kunnen afleiden.
Er, om te beginnen is gebleken dat de jaren 30 in het Nederlandse literaire veld een periode was waarin de autonomie van de schrijver, of die nu in ethisch gefundeerde visies tot uitdrukking kwam of niet, een centrale positieve waarde in de debatten over literatuur was. De negatieve tegenhanger daarvan was een heteronome pool die gecharakteriseerd werd door oriëntatie op modus, het verwijt van literaire massaproductie of productie voor de massa. Tevens lijkt de reputatie van de critici voor een groot deel gebaseerd te zijn op hun expertise in internationaal opzicht. Of het gelegde internationale verband een kritische toets aan de teksten zelf zou kunnen doorstaan, is daarbij blijkbaar van ondergeschikt belang. Ik hoop tenminste ernstige twijfels te hebben gewekt met betrekking tot de verbinding tussen Ehrenburg en Nieuwe Zakelijkheid. De Braaks-Ehrenburg-polemiek is vanuit dit perspectief in eerste instantie een onderscheidingsstrategie en geen literair feit in de zin van een adequate descriptieve uitspraak over de Nieuwe Zakelijkheid. Daarom zou ik ervoor willen pleiten dat het obligate verwijzen naar het belang van Ehrenburg voor het proza van Stroman, Wagener, Revis en Last uit nog te verschijnen literatuurgeschiedenissen zou moeten worden geweerd en zou moeten worden vervangen door een nieuwe, nauwkeurige blik op de teksten zelf. Meer in het algemeen zou ik willen stellen dat de analyse van beeldvormingsprocessen een vruchtbaar domein van literatuurwetenschappelijk onderzoek is, omdat het inzicht kan geven in de keuken van de literatuurgeschiedschrijving. Of minder metaforisch geformuleerd, in de veelvuldige functietoekenningen aan literatuur. Dergelijke analyses kunnen laten zien hoe dat waar dat literair-historische kennis wordt gepresenteerd, wordt gemaakt en geconstrueerd. De winst zie ik voornamelijk op twee terreinen. Ten eerste op dat van de discipline zelf. Door de blik op de beeldvorming van literatuurwetenschappers te richten, wordt het mogelijk om inzichten in datgene te verkrijgen waarvan de wetenschappers zich geen rekenschap afleggen omdat ze het als vanzelfsprekend beschouwen. Dus impliciete normen, disciplinaire praktijken, sociale conventies enzovoorts, inzicht in de doxa van de literatuurwetenschap om met Bourdieu te spreken. Ten tweede maakt een confrontatie van beeldvormingsonderzoek enerzijds met een hernieuwde blik op de teksten, anderzijds het mogelijk om een nieuw licht te werpen op de literatuurgeschiedenis, de ontzochte auteurs en hun literaire teksten. Ik dank u dat u een kleine drie kwartier naar mij hebt willen luisteren.